Want als je het echt ruim bekijkt, dan is deflatie gewoon een afname van de geldhoeveelheid. Oké, maar u zegt deflatie. Mensen gaan dus niet meer kopen, want het wordt straks toch nog goedkoper met alle desastreuze gevolgen van dien. Want de economie gaat het geld niet meer rond. Iedereen gaat op zijn geld zitten. Ja. Sparen wordt loont. Ja, cash is king. Ja. Cash is king. En dus houdt het helemaal op. Arnoud Boot, is dit een scenario wat u denkt dat gaat gebeuren? Kijk, dat er kansen op deflatie. Er is een kans op deflatie. Verwacht ik dat deflatie een heel groot probleem wordt? Ja, dat is het vraag. Nee, ik ben op dat punt, optimistischer. Ik geloof dat we wel degelijk instrumenten hebben, letterlijk. De centrale banken kunnen ook nog wel iets, hoor. Wat kunnen ze dan? Nou ja, ze kunnen renteverlagen gaat niet meer. Nee, renteverlagen kan niet. Maar nee. Ze kunnen als een helikopter, zoals Bernanke al een keer opgeschreven heeft. Want Ben Bernanke was helikopter Bernanke, heet dat geloof ik. Je kunt als een overheid geld gaan uitstrooien over je bevolking. Ja. En dat is eigenlijk wat je gaat doen om deflatie, als dat scenario zich zou voordoen, om deflatie te voorkomen. Maar de Amerikanen hebben dat vorig jaar natuurlijk al gedaan, hè, die $800. En dat hebben volgens mij veel Amerikanen gewoon in het spaarpotje gestopt onder het motto: we weten niet wat eraan komt. Nee, kijk, die $800 die was niet bedoeld om deflatie te bestrijden. Die $800 was bedoeld om impuls aan de economie te geven. Lukt ook niet. En dat hebben we in Nederland ook gedaan. We hebben de schoolboeken, hè? We hebben al een impuls gegeven. Hè? We hebben er allemaal geld voor schoolboeken gegeven. Heeft u al gemerkt, hè? Ja. Ja, van schoolboeken. Nee, maar er zijn absoluut instrumenten om deflatie te lijf te gaan. Het is deflatie moet je inderdaad, en dat ben ik het helemaal eens, deflatie, althans erge deflatie. Marginale deflatie is en even, dat is allemaal niet zo erg. Dat komt met die energieprijsdalingen die we heel snel zagen een half jaar geleden. Mm. Heb je ook even deflatie omdat de energieprijzen zo geweldig dalen. Deflatie moet je vermijden omdat deflatie betekent dat men inderdaad allerlei koopbeslissingen gaat uitstellen. Ja. En allerlei schulden worden molenstenen rond de nek van mensen. Oké, meneer Mekking. Er wordt gezegd, maar overheden hebben instrumenten. Ja. Ja, nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Want helikopter Ben, een bekende uitspraak, die kan wel met geld strooien. Maar het cruciale, en dat is de fase, de stap die ik hier mis. Die nationale overheid kan wel veel geld in die banken stoppen. Maar die banken die lenen dat niet uit aan die burgers. Die banken lenen niet aan elkaar uit. En die burgers wil geen geld meer van die bank lenen. Dus er wordt niet meer geïnvesteerd. Burgers nemen geen geld meer op. Dus die overheid, dat is dus wat ik noem, je kunt wel trekken aan een touw, maar je kunt niet duwen aan een touw. Dus ik denk dat er wordt wel veel geld in het systeem gestopt, maar dat blijft in die bankaire wereld. Dat komt niet in die reële economie. Of je nationaliseert de hele boel en verplicht ze om erin te pompen, meneer Boot. Ja, nou ja, goed. Laten we even uitkijken dat we niet heel direct die redenering volgen. Kijk, dat je hele duistere scenario's kunt gaan verzinnen. Ja, ik was nog over dat touw aan het nadenken. Wat je wel kunt trekken en niet kunt duwen. Ik had net gelezen dat gewapend beton, dat is precies het tegenovergestelde. Dat kon je altijd duwen, beton. En doordat het gewapend is, kun je er ook aan trekken zonder dat het uiteenvalt. Dus een beetje het tegenovergestelde. En wat wilt u daarmee zeggen dan? Nou, ik vond het een mooie analogie. Doet er uw voordeel mee. Ja, deed mij. Kijk, we kunnen hele duistere scenario's. We kunnen hele duistere scenario's bedenken. De grootste rampenscenario's die zijn te bedenken. Je kunt de collectieve gekte van mensen, je kunt het gekste van mensen gaan verwachten dat ze gaan doen en daarmee de grootste crisis voorspellen. Dat is absoluut mogelijk. Het is nooit uitgesloten dat er een nul kans is. Zitten wij in een situatie waarbij de problemen onoplosbaar zijn? Nee, wij zitten niet in een situatie waar problemen onoplosbaar zijn. Moeten wij terug eerst, zijn we nu allemaal gedwongen eerst te saneren, terug te gaan, banken terug naar hun eigen thuismarkt, hè? Ieder land weer op zichzelf, saneren. Ja, in die fase zitten we. We zitten in de saneringsfase, maar na saneren, is er altijd weer een weg omhoog. En wij dat pessimisme om dat saneren door te trekken naar nul, dat snijdt geen hout.